Ja. We gaan nu de combo microwave 20 stukjes zeep, 20 blokjes zeep in de microwave. En vang een schaap doen. Ja, ik heb zelfs meer dan 20 blokjes zeep. Want er is een zeepwinkel in Antwerpen waarin je dat allemaal in kleine stukjes kunt kopen. Dus heb ik dat gedaan, want er staat nooit bij hoe groot dat die stuk moet zijn. Dus, voilà. Nu gaan we een microwave. Ah. Mijn microfoon breekt nu al. Ja, ik ga dat op 360 zetten voor een minuut. En hopen dat het niet gaat ontploffen. Ja, het is te hopen. Voor het moment eventjes inzoomen op de zeep. Ah, de kwaliteit wordt wel slechter dan. Ik weet niet of ik het kunnen zien. Nee, niet echt. Ja, dus voor het moment eigenlijk nog niet echt iets gaan doen. Dus nood zet het, ze biedt een beetje langer op, hè. Ja, of gewoon wat harder, denk ik eigenlijk. Dat kan ook wel. So far, nothing. De zeep is aan het opzwellen en aan het stinken. Ja, oh, ja, er gebeurt iets. Eindelijk actie. Een probleem. Het is nog niet volledig hoe ik het zou willen, maar ik ga gewoon even de tussenstand. Oké. Het is best wel warm eigenlijk, maar ik was zo. Ja, waarschijnlijk. Dus dit is hoe het er voorlopig uitziet. Maar we gaan nog wat verder. En we gaan nog wat verder, ja. Het is een beetje opgezwollen. Wow. Het is like hell. What's happening? Er komen ze allemaal dingetjes, er komt rook uit. I think this is the moment to stop. Ja, inderdaad, ik was ook aan het zeggen, maar ik ga niet meer verder gaan. Waarom is dat zo shizzle? Oké. En met getting it out! Waarom heb jij geen handjes? Ah, die steken in een kast, in de kast daar, wat? Rechts van onder. Daar, naast de koelkast. Ja, daar. Nee, dat is de vuilbak, daar. Ja. Dat is inderdaad rechts. Het is een lange dag voor mij geweest. Het is wel maar één handschoentje. Oké. Dus. Dit is onze zeep nu. Ja. Niet veel verschil met de tussenstand. Maar het is wel veel, veel groter geworden. Ja. Het stinkt keihard, maar we gaan nu al stoppen, want anders gaat er iets fout gaan, denk ik. Oké. Eventjes inzoomen op de zeep. Nu gaan we daar een kunstanalyse van maken, hè. Zo. Goed, hier hebben we dus een duidelijk voorbeeld van licht abstracte kunst. Ik heb zo... Niet postmodern, maar licht abstracte kunst. Die kan je eigenlijk een beetje zien als een architectuurplanning van een soort van heel... urbanistische stad, dus heel, hoe noem je dat nu meer, heel... Kun jij een beetje dichterbij staan, Silke? Oké. Dan staat er niet volledig op. Apocalyptisch zelfs, zou je erin kunnen zien. Wat er heel mooi is, is natuurlijk de manier waarop dat allemaal gecomponeerd is. Oh my god, een schaap! Oh, ik heb een schaap gevangen. Kijk, even met het schaap erbij, hebben we het landelijke. Het landelijke wordt opgehangen. Versus het stedelijke, dat het komt overnemen, want
die geur is echt wel al overheersend eigenlijk. En als we nu kijken naar de gulden snede van dit ontwerp, moeten we zeggen dat de gulden snede eigenlijk op niet veel trekt. Dus als we dit project in een paar woorden zouden moeten analyseren, dan zouden we zeggen, leuk geprobeerd, maar gefaald. Okay. En dat is mijn kunstanalyse ervan, voor zover ik dat kan. Let okay. Op het mooie gebruik van de verschillende kleuren en in de achtergrond, en de twee achtergronden, hè. En het mooie bruine zeep dat ooit wit was. Oké, okay. Ja. Oké, okay, dat was ciao. Het.